Welkom in het uitverkochte huis, de Bali, zondagmiddag 4 uur, operatie interview, seizoen 3, aflevering 2. Een bijzonder programma in die zin dat je mensen moet hebben die het aandurven om je te laten interviewen door 3 mensen van je van tevoren niet weet wie het zijn en ook niet waarover. In de aanpalende ruimte hiernaast, daar zitten de 3 interviewers klaar. Die zitten daar op een scherm te kijken. Alles wat hier nu binnen gebeurt, zien zij. Achter die deur zit onze hoofdgast. En die ga ik met veel plezier aan u direct voorstellen. En dan laten we natuurlijk binnen met een ovationeel applaus. En voor de rest is het natuurlijk in die zin interessant dat u zo direct in deze hoek exact te horen krijgt, zonder dat onze hoofdgast het weet, kan horen of zien, exact te weten krijgt wat die journalisten van plan zijn. Wat hun strategie is, hoe ze het gaan aanpakken en wanneer zij het wel of niet een geslaagd interview vinden. U weet dat allemaal zo direct en u gaat vervolgens kijken naar die 3 interviews, wetende waar die journalist naar op zoek is, wetende wat zijn of haar strategie is. U weet het allemaal zo direct. U kunt letterlijk in de operatiekamer kijken. Dat allemaal gezegd hebbende, is het nu hoog tijd om onze hoofdgast van vandaag aan u voor te stellen. Dames en heren, ze werd geboren in Casablanca te Marokko. Op haar 15e kwam ze naar Nederland, ging wonen in Rotterdam-Noord. Zij werd voorzitter van de Marokkaanse vrouwenbeweging in Nederland. En in 1998 werd zij verkozen in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. En sinds 2015 is zij de voorzitter van de Tweede Kamer, de scheidsrechter van het nationale debat. Dames en heren, een fantastische eer en genoegen dat ze in ons midden is. Khadija Ariep. Ja, hou vast. Kijk aan. Mooi. Hallo. Dankjewel. Dank jullie wel. Nou, we hebben al uw fans uitgenodigd. En dan op een mooie zondagmiddag. Zondagmiddag. Ja. De voorzitter, de scheidsrechter van het nationale debat, zei ik. En op een middag als deze heeft u 0,0 regie. Hoe gaat het met u? Niet goed. Nee. Het is heel spannend, inderdaad. Ja, ja. Brengt ons toch bij de simpele vraag, waarom doet u mee eigenlijk? Dat vraag ik mezelf ook af. En zeker in de aanloop naar zo'n moment vroeg ik mezelf af, waarom doe je dat eigenlijk? Maar goed, natuurlijk heb ik meteen ja gezegd, omdat ik ook vind dat ik als voorzitter af en toe aan dit soort interviews mee moet doen. Want mensen zijn nieuwsgierig naar wie je bent en waarom je bepaalde dingen doet. Tenminste, ik hoop dat dat soort vragen straks worden gesteld. Kun je niets beloven. Dus nee, maar goed, ik vind het. U zegt af en toe, is er ook een soort limiet bij dat je als Kamervoorzitter moet oppassen niet te veel in de schijnwerpers gaan staan? Ja. Ja? Ja, ik krijg heel veel verzoeken. Het is natuurlijk wel, af en toe is het wel van belang om een interview te geven, als er ook een aanleiding daartoe is. Maar je moet ontzettend oppassen dat je ook aan allerlei spelletjes meedoet of discussieprogramma's. Denk ik, hebben we Kamerleden voor. Hoe merk je als je een beetje in de gevarenzone komt? Wat voor signalen krijg je dan? Nou, het is meer gevoelsmatig dat ik denk, als ik bijvoorbeeld vorig jaar in Buitenhof, start van het parlementaire jaar, dan is het wel interessant om daar iets over te zeggen. Naar aanleiding van de evaluatie van de kabinetsformatie of 100 jaar algemeen kiesrecht met Nieuwsuur, de eerste vrouw die gekozen werd in de Tweede Kamer. Suze Groeneweg vond ik ook heel interessant. En verder probeer ik het af te houden. Ik heb natuurlijk in de aanloop naar vandaag wat interviews van u bekeken. En wat mij eigenlijk opvalt is dat u, en corrigeer me als ik ongelijk heb, maar u wekt bij mij de indruk als ik interviews van u terugkijk, is dat u eigenlijk heel snel een soort quickscan maakt van wie heb ik tegenover me zitten. En dat is alles bepalend voor de ruimte die u wel of niet gaat toelaten. Het maakt wel wat uit natuurlijk met wie je spreekt. Ik ken heel veel journalisten, dat scheelt ook. Het is ook een beetje empathisch. Bij de een voel je meer op je gemak dan bij de ander. Dus bij jou voel ik me wel een beetje op mijn gemak. Levensgevaarlijk, maar goed. Ja. Heeft u wel eens meegemaakt dat u gewoon op een antwoord of een vraag geen antwoord gaf? Ja, dat heb ik wel eens meegemaakt. Kun je een voorbeeldje noemen? Nou, soms als het gaat om privé dingen, dat ik denk, moet ik dat nou wel of niet vertellen? En dan zeg ik, daar wil ik eigenlijk niks over zeggen. Maar wat is dan te privé? Want aan de andere kant, u gaat ook op een middag als deze hier zitten. Dan willen we ook juist over de mens wat meer weten in plaats van alleen de rol als voorzitter. Maar dat wordt ook geschreven. Als ik zeg ik wil geen antwoord geven, dan staat het er ook in.
Soms echt dingen die, waarvan ik denk, ja, dat is iets van mij en ik wil dat niet delen, maar dan zeg ik het ook. Okay, maar even toch, bijvoorbeeld, is het natuurlijk aan de echte interviewers, Rick. Maar zijn er dan bepaalde domeinonderdelen van u zegt, don't go there, dat is van mij? Niet zo bewust. Nee. Soms geef ik wel antwoord, maar als ik op dat moment voel dat die vraag te ver gaat, dan zeg ik het ook. Dan moeten wij altijd conform de traditie toch twee vragen nog even stellen. 1. Wie hoopt u dat er zo direct door de deur komt? Niet mijn kinderen. Want? Ja, dan gaan ze alles vertellen. Ja? Ze scanden even de zaal, zag je het, dames en heren? Ze zitten niet in de zaal, nee. Hoop ik. Nee, nee, maar nee, dat komt u dichtbij. Ja? Ja. Okay, okay, ja. Okay. Dus daar hoopt u niet van dat ze door de deur komen? Nee. Okay. Ja. De andere vraag is natuurlijk, wie hoopt u dat er wel door de deur komt? Voor de rest maakt het niet zoveel uit. Ja? Nee. Ik zei ook Kamerleden. Dus ik hoop ook niet dat Kamerleden mij hier, of een van de Kamerleden hier mij gaat interviewen. Nee. Ik moet wel zeggen dat het congres van Denk wel erg ongelukkig uitkwam in dat opzicht, hè? Is dat zo? Dat was een grapje. Nee, okay. We gaan nu niet langer in spanning houden, want hij loopt al een klein beetje op. Ik ga u meenemen naar de ruimte, oftewel de operatiekamer hiernaast. Volg mij. Ja. Ik ga u vragen op die stoel plaats te nemen. Ik ga een glaasje water voor u inschenken. Ik doe ongetwijfeld uw kapper heel veel geweld aan door u zo direct te gaan vragen om de koptelefoon op te zetten. Ja, is geen probleem. En wat wij daar gevonden hebben is, wat navraag leerde, dat u een ongeëvenaard groot fan bent van Fairuz. Voor die paar mensen in de zaal denken, ik ken die naam ergens van, maar wie is dat ook weer? Dat is een Libanese zangeres. Volgens mij moet ze nu iets van 86 of 90 zijn. Een bijzondere vrouw, een prachtige stem. En eigenlijk ben ik met haar min of meer opgegroeid. Dus in Marokko, haar stem hoorde je overal. Op straat of op de markt. Dus zij is eigenlijk een stuk van mijn eigen geschiedenis. Kunnen we anders graag even een techniek? Kunnen we anders even een heel klein stukje over de boekse horen? Want daarna gaat u namelijk alleen zitten luisteren. Gaan wij hier naast aan de slag. Ik hoop niet dat ik mee ga zingen. Het is heel onhandig om te improviseren als we live zijn. Goed. Ja. Ja, dit zit een van uw favorieten. Ja, is prachtig. Nou, dan weet u een beetje waar ze naar gaat luisteren. Ja. Maar zet hem op. We gaan hem snoeihard zetten. Ja. Veel succes. Tot zo. Dankjewel. Goed. Dames en heren, dan is inmiddels het zo dat ze in de ruimte hiernaast mee zijn gewandeld. Ze staan nu achter de deur. En als het goed is, ja. Dit gaat goed? Ja? Juist. Daar staan ze klaar. Dames en heren, eindelijk is het moment daar. Ons geheim wordt nu geopenbaard. De eerste interviewer is een interviewer die op radiotelevisie onder andere Oba Live te horen is. Maar vooral bekend is vanuit zijn dagelijkse columns bij Parool. Dames en heren, Theodor Holman. De tweede interviewer was politieagent, werd stadsdeelvoorzitter in Slotervaart. Daarna Tweede Kamerlid voor de PvdA. Maar nu de burgemeester van Arnhem, dames en heren, Ahmed Marcouch. En de laatste was hoofdredacteur van Vrij Nederland, publicist, essayist, maar is nu de hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. Dames en heren, Xandra Schutte. Ja, tussen de heren. Tussen de heren. Tussen de heren in. Zo, meneer Marcouch, moet natuurlijk eerst even toch even... Wat is er aan de hand? Doe hem even in de lucht, want dan kunnen de mensen achterin... Ja, ja. Ja. Ik dacht zondag, mooi weer. Maar zijn er bepaalde modetrends in Arnhem die wij nog missen in Amsterdam? Nee, dit is gewoon een ongelukje geweest thuis. En dan past de normale schoen niet meer. Dus ik dacht, dat nemen de mensen hier mij vast niet kwalijk in Amsterdam. Zeker niet, zeker niet. Er staan ook mooie bekleedje nu daar. Kijk. Ik moet zeggen, van alle slippers die u had kunnen aantrekken, vind ik dit wel de meest spectaculaire. Maar goed, dat geheel te zijn. We gaan het hebben over de inhoud. Jullie hebben al een beetje mee kunnen luisteren natuurlijk. Eigenlijk alles kunnen horen. Theodor, ik ga bij jou beginnen, want jij gaat ook zo direct beginnen. Ja. Wat ga je doen? Ik ben heel erg nieuwsgierig bij mevrouw Ariep, altijd naar de moraal van de voorzitter. Wat wil ze nou eigenlijk dat mag en dat niet mag? Wat zijn de grenzen die de voorzitter eigenlijk heeft? Soms grijpt ze in een debat, soms doet ze dat niet. En ik wil weten wat nou kan en niet kan.
Ik zal het ook laten zien. Het is het tweede filmpje, maar dan weet het publiek dat alvast. Ja. Bijvoorbeeld op een gegeven moment komt er een militair achter het spreekgestoel te staan. Dat is dan Thierry Baudet. Die heeft zich dan helemaal verkleed als militair. Ja, het is toch een interessante kwestie. Sta je dat toe of sta je dat niet toe? En waarom sta je dat wel toe en waarom sta je dat niet toe? Er gebeuren ook ruzies. Er zijn ook ruzies. Dat is het eerste filmpje wat ik laat zien. Tussen Öztürk en Michiel de Graaf van de PVV. Wat doe je dan? Als voorzitter, ik vind persoonlijk dat alles mag. Maar vindt de voorzitter dat ook? En dat wil ik heel graag onderzoeken. En vooral als ze aangeeft waar haar grens ligt, welke moraliteit daarbij komt kijken? Welke moraal komt daarbij kijken? Bestaat er zoiets als een moraal van de Tweede Kamer die dat heeft? En waarom is die er? En moet dat er wel zijn? En het interessante is, je gaat voornamelijk in op de gedeelte die eigenlijk de ongeschreven wetten zijn. Dus niet die in de verordeningen en de regels staan. Nee, de ongeschreven wetten. Wanneer grijpt ze in en wanneer niet? Er is een heel. Ik heb bijvoorbeeld ook mevrouw Verbeek wel eens geïnterviewd. Gerdy Verbeek van ons geïnterviewd. En die heeft, ik vermoed, dat weet ik dus niet. Maar ik vermoed dat die wat strenger was dan Khadija Ariep. Maar dat weet ik niet echt. Komt dat omdat ze niet snel genoeg reageert? Of zit daar echt een soort idealisme achter? Dat ze zegt, nee, ik wil dat juist uit democratische overwegingen toestaan. Want er zijn wel merkwaardige zaken aan de gang. Hè? We hebben het er ook wel eens hiervoor over gehad. Als je een minister-president hebt die zegt, ik zou die jongens wel helemaal in elkaar willen slaan. Na de rellen bij Oud en Nieuw. En inderdaad, de Kamervoorzitter die zegt, ik duld dit agressieve taalgebruik niet in de Tweede Kamer, in de vergaderzaal. Ja, hoe zou zij dan reageren op die voorzitter, op de minister-president? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En even voor de helderheid, er zijn twee dingen belangrijk. Eén, je geeft ook zelf aan waar je zelf staat. Ja. Jij vindt dat alles moet kunnen. Laat je dat ook een rol spelen in je interview? Dat hangt af van de antwoorden die Khadija geeft. Of je jezelf wel of niet in de strijd. Ja, als ik vind dat ik dat moet doen, dan doe ik dat natuurlijk. En dat is instinctief, die bepaling? Dat is totaal instinctief. Nou kennen we jou natuurlijk als een enorm geroutineerd interviewer. Qua tone of voice, ga je rustig aanvaren? Ga je confronterend? Wat gaat er gebeuren? Nee, ik probeer haar te slijmen. Eerst door wat persoonlijke anekdotiek erin te gooien. Waar je nul geïnteresseerd in bent. Ja, dat doe ik. Ik ga gewoon ook beginnen met te zeggen, nou, mijn moeder heeft ook in het gevangen gezeten. Ja. En u ook en zo. En dat. En dan hoop ik dat zij mellow wordt. En dan gaan we meteen naar het eerste filmpje toe. En dan zeg ik, wat gebeurt hier eigenlijk? Kan je dit wel? Goed. Spannend. Ja. We gaan zo direct luisteren. Tweede in de reis, direct. Ahmed, jij bent als tweede. Het leuke is even bij jou stellen, ik las ook een artikel ergens. Daar werd jij opgevoerd als de snorder van Omdat jullie dus eigenlijk, ja, jullie kennen elkaar heel goed. Van vroeger al. Maar ook die relatie dus dat jullie samen de auto dag in dag uit heen en weer Amsterdam, Den Haag. Nou, dat heet dan carpoolen. Hè, want, ja, oké. Okay. Snorden is volgens mij iets voor Amsterdam. Ja, ja. Zuidoosten hier in Amsterdam. Nee, ik heb eigenlijk Khadija eigenlijk wat meer leren kennen toen ik in de Kamer zat. Natuurlijk dezelfde fractie. En we reden inderdaad vaak samen. Zeker als de vergaderingen uitliepen, dan reden we samen terug. En ik woon in Amsterdam-West en Khadija woont in Zuid. Dus dan deden we even de evaluaties van de fractievergaderingen en hoe het die dag of die week in de Kamer aan toe ging. Het spannende erbij is wel, jullie zijn dan weliswaar van dezelfde partij, maar jullie hebben toch niet helemaal hetzelfde maatschappijbeeld. Als we het even kort samenvatten, zou je kunnen zeggen dat zij eigenlijk van de oude school is. En daarna kwam de lijn Marcouch. Even, als ik dat zo zeg, wat moet er daar eigenlijk onder verstaan? Dat werd ineens geroepen toen ik in Slotervaart zat, waarbij veiligheid toch een heel belangrijk onderwerp was. Tot dan toe heel erg een rechtsonderwerp, een rechtsthema. Integratie, waarbij je ook zegt, ja, natuurlijk moeten er perspectieven worden geboden, maar tegelijkertijd mag je best wel van mensen vragen. Dat ze de architect van hun eigen leven worden, dat ze dus de kansen en de mogelijkheden die er zijn, volop in Amsterdam, pak ze ook op, die kansen. Het wordt je niet gegeven. Nou ja, dus dat was die periode van 2006, 2010, waarin dit soort vraagstukken toch ook nationaal domineerden. Nou, zeiden wij allebei al tegen elkaar in de voorbereiding, moet het eigenlijk dus niet partijpolitiek maken, want dan breng je eigenlijk in die zin de voorzitter in de problemen. Dan zou ze wel eens een beetje deze kunnen doen. Ja. Hoe ga je dat omzeilen? Hoe ga je dat aanpakken? Nou, ik ben zelf heel erg nieuwsgierig naar de diepgang, zeg maar. Waar haalt Khadija, zeg maar, haar inspiratie, haar kracht, haar moed vandaan om datgene te doen wat ze doet?
Voor mij speelt daar geloof een belangrijk... voor me persoonlijk is dat een belangrijk, zeg maar, een bron van inspiratie. En ik ben, bij haar heb ik eigenlijk in al die jaren niet heel scherp gehoord of gelezen... Ja, hoe ze zich nou tot dat geloof verhoudt. Ze zegt wel, ik ben seculier. Ja, maar wat is dat dan? Als dat dan niet in dat geloof zit, waar zit dat dan? Dus ik hoop dat we... Dat we aan het eind van het interview iets van een idee overhouden van waar die energie, waar die bron van energie en kracht van Khadija zit. En is nou die relatie tussen jullie twee, is dat nou juist een extra asset? Zal maar zeggen, werkt dat nou extra goed of maakt dat ook ingewikkelder voor jou om te interviewen? Nee, dat is, ja, dat, voor een deel maakt dat ingewikkeld, want gelukkig zei ze, iedereen mag, behalve mijn kinderen. Ja. Maar goed, we hebben wel een band met elkaar, maar ik denk dat je met elkaar zo'n interview kunt doen zonder dat je, want daar gaat het natuurlijk niet om, het gaat gewoon om dat je echt oprecht, en dan ben ik echt oprecht geïnteresseerd in, ja, in wat de drive is en, okay. En dan met name... op hoe ga je nou om met het geloof. Het is natuurlijk, islam is natuurlijk een heel actueel thema. Nu ook met die Francis, die Charlie Hebdo, redacteur, schrijfster... waarvan de boeken bijvoorbeeld worden beschadigd. Nou ja, Khadija heeft ook wel eens stellingnames. Van hoe ver ga je daarin? Voel je je vrij genoeg bijvoorbeeld om scherp te zijn... om bijvoorbeeld positie te kiezen, bijvoorbeeld ten aanzien van dit soort vraagstukken die dat geloof raken. Waarbij anderen misschien heel snel, want dat ervaar ik ook, doordat je kritisch bent, heel vaak denken, oh, je bent dan van het geloof af. Of je bent een hypocriet. En dat gaat op een hele nare manier. Hè? Dat kan iets met je doen. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar hoe zij dat ervaart. Spannend. Gaan we zo direct horen. Als laatste in de rij, Sandra, jij. Ik vond het mooi, dat heb je natuurlijk met mensen die literair en af en toe essays schrijven, dat soort dingen. Er lag zo'n dik boek, je hebt hem daar liggen. Ik kwam bij jou op kantoor en toen zei je, oh, dat ga ik morgenmiddag nog even lezen. Toch? Zo gaat het dan, hè? Nou, het is ook echt een heel fijn boek om te lezen. Het boek van Khadija Ariep, Couscous op zondag, haar autobiografie. Dus ik wilde het eigenlijk altijd al lezen. Volgens mij staan daar heel veel bronnen in waar jij naar op zoek bent. Ja. Je hebt het boek gelezen. Ja. Je hebt het actueel. Wat wordt de lijn die je daaruit gaat halen voor het interview? Nou, wat ik heel fascinerend vind, is de vrouwelijke lijn in haar familie. Ze heeft al ontzettend sterke oma's. Een oma die van huis wegloopt met een paar kinderen... en op een lapje grond gaat wonen. Wat ze georven heeft van haar vader. En een eigen hutje bouwt. En eerst moet het dorp er niks van hebben. En uiteindelijk wordt ze geholpen. En het wordt echt een beetje de wijze, sterke vrouw van het dorp. En de voetvrouw. Haar moeder, idem dito, ook echt een sterke vrouw. Hele rebelse vrouwen. En dat ik bij Khadija Ariep ook. Ze is natuurlijk nu een hele beheerste kamervoorzitter. Maar ze heeft ook dat sterk rebelse. En bij die vrouwelijke lijn wil ik ook onderzoeken... wat haar solidariteit met vrouwen inhoudt. Want daar begon ze eigenlijk mee, haar politieke carrière. Die vereniging voor Marokkaanse vrouwen in Nederland... heeft zij zelf ook opgericht begin jaren 80. Ze is daar voorzitter van geweest. En ze heeft zich decennia lang ingezet voor vrouwen. En tegelijkertijd denk ik van ja, als je zelf bent opgevoed... door zulke ontzettend sterke vrouwen en je bent zelf ook een sterke vrouw... Ja, dat is vaak niet de bron voor solidariteit. Want je denkt, je kan het zelf wel redden. Mooi. Spannend. We gaan ook niet dit nog langer in spanning houden. We gaan aan de slag. Ben je er klaar voor, Theodor? Ja. Kom mee. Even wachten. Ja. Zet hem eraf. Ja? Bent u er klaar voor? Ja hoor. De eerste. Goed. Zullen we elkaar tutoyeren? Vind je dat vervelend? Ja, lijkt me prima. Ja, ik heb jou heel vroeger al een keer geïnterviewd. Hè? Dat weet je. Heel was ik jong en onbedorven. Ja, ik ook. Had ik daar meer misbruik maar van gemaakt, dan heb ik nou wel spijt van. Oh. Maar goed. Nou, er zijn een paar dingen die ik heel graag wil weten.
Niet zozeer in het persoonlijke vlak hoor, maar toch wou ik daar beginnen. Ik weet namelijk bij mijn eigen moeder, die heeft in de Tweede Wereldoorlog 3,5 jaar in het gevangen gezeten. En toen ze eruit kwam, toen wist zij eigenlijk heel goed wat goed en kwaad was. Nou heb jij in 1989, niet eens zo heel lang geleden, heb je maar een paar dagen geloof ik in het gevangen gezeten. 89 las ik. Oh sorry, 89. 89, ja. Heb je maar een paar dagen in het gevangen gezeten. Maar toen dacht ik, heeft dat nou jouw begrip van goed en kwaad in de politiek aangescherpt? Zeker. Ik denk dat het wel van invloed is geweest op mij als mens. Als iemand die in de politiek ook in die tijd actief was. Hè, niet in een partij, maar wel politiek geëngageerd. Allereerst mijn respect voor mensen die opgepakt werden. Natuurlijk weet je wat het betekent als mensen worden gemarteld. Om politieke redenen bedoel ik. Om politieke redenen, inderdaad. Mensen zijn gemarteld, zijn overleden in Marokko ook. In die periode dat koning Hassan aan de macht was. En er waren ook toen allerlei verhalen over mensen die onder martelingen namen hadden verklikt. Ja. Ja. Maar als je opgepakt wordt, dan mijn respect voor die mensen, of ze nou mee hebben gewerkt of niet mee hebben gewerkt, denk ik, als je onder die omstandigheid wordt opgepakt, dan is dat gewoon heel heftig. Maar scherpte je het ook in bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting? Ja. Dat je daar meer belang aan ging hechten? Ja, dat heeft wel mij getekend. In die zin dat ik weet wat het betekent om vrij te kunnen zijn en om te zeggen wat je wil zeggen. Ja. En om ook vrij politieke opvattingen te kunnen hebben. Maar ook wat het betekent om in een dictatuur te leven, waarbij iedereen die anders denkt, politiek of om welke reden dan ook, daarvoor een hoge prijs moet betalen. Ja. Dus ik hoor heel veel kritiek op onze democratie, hè, en over de Kamer. Ja. Maar ik denk dat gewoon, zelf ben ik daar heel trots op. Dat ik denk, het is zo mooi om te zien dat wij in Nederland, want er wordt heel veel gesproken over versplintering van partijen, over gefragmenteerde politieke situatie in Nederland. Er wordt ook gesproken over kiesdrempel bijvoorbeeld, om kleine partijen het recht te ontnemen min of meer om in de Kamer te komen. En dan denk ik, nou, wees blij dat je ook in het parlement, dat is een weerspiegeling van wat er in de samenleving gebeurt. En daar hoef je niet mee eens te zijn, maar ik vind dat wel mooi. Nou, dit is precies waar ik het vandaag met jou over wil hebben. Namelijk over de moraal eigenlijk van de voorzitter. En dat wil ik even als start illustreren aan een filmpje wat we nou gaan kijken. We zien, je kent het, Öztürk in debat met Michiel de Graaf. Ja, vorige week. Vorige week. We gaan even kijken. Heel actueel. Terwijl hij meerdere malen voor fraude is in opspraak is gekomen. En duik in mijn verleden. Maar er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden. En zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dat ben je van mij. Afgelopen, klaar. Dank u. En nou in de hoek. De tijd dat de PVV hier zomaar over bevolkingsgroepen kon praten, die tijd is klaar, voorzitter. Denk eens hier, denk eraan. Ga lekker naar huis. Nou, dit is niet het niveau waarop Kamerleden, volksvertegenwoordigers zich moeten gedragen. Ja, dit is niet het niveau waarop volksvertegenwoordigers zich moeten dragen. Nee, het was niet verheffend, nee. Oké, het was niet verheffend, maar vind je dat het mag? Is de juffrouw van de klas hier naar later geweest en had ze de kinderen de klas uit moeten sturen? Of denk je van, dit moet ik gewoon toestaan? Hier heb ik, ik heb heel veel tijd genomen om te vertellen wat dit voor mij, want ik had daar naar gevoel aan overgehouden. Ik heb gezegd wat ik ervan vond en hoe dat ook bij mensen die naar ons kijken overkomt. Ik heb zelfs aan het eind excuses gemaakt aan mensen die het debat hebben gevolgd. Ja. Maar ik dacht, ik neem ze mee in dat proces wat dit betekent om zo met elkaar om te gaan. Soms, je hebt verschillende situaties en elke situatie is anders. Je krijgt ook te horen van, je had ze moeten afkappen. Ja, maar wat vind jij? Vind je dat je ze had moeten afkappen? In dit geval
Nee. Nee. Heel goed. Wanneer zou je ze wel hebben afgekapt? Ik doe soms de microfoon uit als het een beetje te chaotisch wordt. Maar dat is wat anders dan het woord ontnemen. Dat interesseert me niet. Het gaat om die morele vraag. Eigenlijk het woord ontnemen aan Kamerleden, dat zou ik eigenlijk nooit willen doen. Omdat ik weet dat alles in het parlement gezegd moet kunnen worden. Mogen ze liegen? Nee, natuurlijk mag je niet liegen. Maar dat het gebeurt kan ook. En dat men elkaar ook voor leugenaar soms uitmaakt, is heel hard. Maar dan denk ik op dat moment, soms zeg ik er iets van. Hè? Want in de Kamer, je kan niet alles in regels vatten. De ene situatie is anders dan de ander. Ja. En soms grijp ik op tijd in. Soms zit ik ernaast. Soms denk ik, wat heb ik nou gehoord? Maar ze zijn al lang terug naar hun plek. Ik mag dus in de Tweede Kamer, als Kamerlid mag ik ook zeggen, mevrouw de voorzitter, en dan gewoon maar racistische taal uitslaan. Dat vind jij, dat laat jij dan toe? Nee. Dat niet? Nee. Kijk. Dat gek? Alles mag gezegd worden. Ja, alles mag gezegd worden. Maar waar het mij vooral om gaat, is dat je probeert die persoonlijke aantijgingen echt op de persoon. Ja. Want wat hier gebeurde was ook dat Öztürk met een artikel zwaaide waarin hij dus Michiel de Graaf beschuldigt van fraude. Dat is dus niet het geval. Dus hij, de Graaf, voelde zich aangevallen. Aangevallen, boos. Het raakte hem ook. Dus hij zei dingen die hij ook niet had moeten zeggen. Hij is daar ook op teruggekomen en gezegd van luister eens voorzitter, dat zei hij letterlijk. Ja, maar het gaat mij nu om die racistische taal. Ja, maar mag dat niet? Waarom mag dat eigenlijk niet in de Tweede Kamer als ik dat nou vind? Racisme is een ideologie. Dat wordt ook gezegd. En ik vind ook op dat moment heb je ook Kamerleden die met elkaar daarover het debat moeten aangaan. Het wordt vervelend op het moment dat iemand voor iets wordt uitgemaakt. Van, dat is ook eerder voorgekomen, dat de Tweede Wereldoorlog bij werd gehaald. Als je iemand voor wie racist was dat? Want dat heb je niet verteld in het interview. Weet ik niet meer eigenlijk. Maar het ging tegen de PVV en dat wel. Dat ja, er was ook een keer een heftig debat. Doet er niet goed. Doet maar kijk, alles mag gezegd worden. En natuurlijk is het heel hard. En het is heel pijnlijk. En ik vind ook dat Kamerleden, het debat hoort ook in de Kamer. Het hoort ook in die zaal plaats te vinden. Op het moment dat je iemand persoonlijk voor iets uitmaakt, hè, dan is ook de gelegenheid om een persoonlijk feit te maken. En dan krijgen Kamerleden ook de ruimte om daar iets van te zeggen. Ja, nu moet ik even een keuze maken in verband met mijn vraagstelling, de volgorde van mijn vraagstelling. Ja. Iemand die zei, en dat was namelijk de minister-president, en dat was de minister-president Rutte, die zei na oudjaar, ergens buiten de Kamer, ik zou het liefst die jongens persoonlijk in elkaar slaan, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Tijdens een persconferentie. Niet in de zaal. Nee, zou dat, als hij dat in de zaal gezegd zou hebben, had jij hem er dan op aangesproken? Nou, ik denk dat andere Kamerleden daar iets van gezegd zouden hebben. Ja, maar zou jij dat hebben gedaan? Ik denk het niet. En weet u waarom? Omdat ook in de hitte van het debat spelen emoties soms een belangrijke rol. Ja. En zelf heb ik daar geen last van dat emoties ook af en toe getoond worden. Heel mooi. Ik wil je toch nu een filmpje laten zien. Iemand die op een weet je al wat ik wilde zeggen? Ja, dat weet ik. Ja. Okay. Ja, ik weet dat. Okay, je gaat omdat ik een stapje verder wil gaan. In tijdsnood. Nou, nog niet helemaal. Maar daar kom ik wel in als je zo blijft vragen aan mij. Namelijk het volgende filmpje wilde ik laten zien. Er komt opeens een militair. Of eerst dit in de kale zijn. Waar is uw jasje? Dat vraag ik mij al jaren af, voorzitter. Meneer Baudet, wat heeft u nou weer aan? Ik vind het niet gepast bij dit debat. Bent u militair, meneer Baudet? Ja, toch is dit wat, want er komt een militair in de Tweede Kamer opeens. Straks dan kom ik daar met een groot hakenkruis. Ja. Of ik kom met een geel vestje. Ja. Nee, mag dat? Nee, je mag in de zaal, daar hebben we ook regels voor. Bijvoorbeeld actie voeren, dat is wel eens voorgekomen. Hè? Dat met een t-shirt, pil in het basispakket of de PVV. Dan schors je de vergadering en dan onlangs ook met Partij voor de Dieren. Ja. En dan moeten ze al die dingen
opruimen. Want demonstreren hoor je buiten te doen en het parlement hoor je gewoon het debat met elkaar aan te gaan. Maar soms zijn er Kamerleden die iets willen illustreren. Ja. En hier was ook bijvoorbeeld met Baudet, was het een, van wat moet je doen? Gewoon kleren laten. Uit. Toestaan. Had hij graag gedaan. Ja, ja. Hadden wij ook graag gezien, moet ja, ik zeggen. Ja, hij ook. Als journalisten. Ja, maar hij wil ook laten zien dat het ging ook om aanschaf van militaire vesten enzovoorts. Dus iets ervan zeggen en uiteindelijk... Toch toestaan. Toestaan, ja. Ja. Zoveel mogelijk toestaan in de Tweede Kamer. Als, daar ben als ze voor. Iets maar daarmee wel, willen illustreren. Hè, en dat... wat niet mag, dat is inderdaad, nou misschien nog wel schelden, maar dan zeg je er achteraf iets van. Of ter plekke, dat kan ook. Of ter plekke. Dat het niet gepast is. Wat zou je willen veranderen dan in die, nog aan die regels? Of niets? Of vind je dat het wel goed gaat? Nou, we hebben eigenlijk... Kijk, er zijn twee dingen. Hè. Ik weet dat u nu een beetje... gestrest wordt, nee, maar niet, ik hou niet. Het kort. Ik ben niet vaak gestrest. Kamerleden, echt, het staat in de grondwet, dat is in tegenstelling tot andere parlementen, bijvoorbeeld Engeland, die iedereen vindt dat het daar anders gaat. Daar kan iemand uit de zaal worden verwijderd. Ze hebben een reglement van orde, maar ze hebben ook een soort gedragscode. Wij hebben de grondwet, die geeft eigenlijk... Kamerleden zijn onschendbaar in wat ze zeggen en wat ze schrijven. Dus zowel het gesproken woord als geschreven woord, dat mogen ze. Dus daar mag je niet aan tornen. Dat is een groot goed juist om die onafhankelijkheid en zelfstandigheid van volksvertegenwoordigers te waarborgen. Dat is één. Het andere hebben we ook een reglement van orde. Ik heb wel die bevoegdheid om het woord van, te ontnemen. Maar dat... Als ik bijvoorbeeld iemand zou schorsen... Ja, straks heb ik geen parlementariër meer om een debat mee te voeren. Oké. Dankjewel. Hey, dankjewel. Dankjewel. Leuk. Dankjewel. Klaar voor de tweede? Ja hoor, kom maar op. Het gaat zo weg. Het vliegt voorbij. Hij is zelf helemaal klaar. Is het weer een man? Ja? Allemaal mannen? Klopt. Ja? Oké. Ik ben een leuke, komt hij aan. Oh, ik ben benieuwd. Ach, je meent het. Voorzitter. Ah, Ahmed. Alles goed. Wat leuk om je weer te zien. Fijn. God. Excuus. Wat heb maar... je nou aan? Kijk. Schoenen kwijt. Oké. Okay. Een ongelukje gehad. Ach. Maar aan één voet, de andere voet hoeft... Nee, maar ik dacht... ik dacht, dat past dan niet. Het is zo... En het is mooi weer. Oké. Okay. Goed. Hoe gaat het, Khadija? Goed. Mis je hem een beetje? Heel erg. Ja? Ja, ik mis je echt. Ja. Dus, ik ben even tussen ingezet om je te laten ontspannen. Oh, dat is, er komt nog iets ergs aan. Eerst die Theodor Holman en dan... ja, nou. Dus, jij bent ook zenuwachtig, zie ik. Ja, want ik heb nog nooit... Ik heb jou sowieso nooit geïnterviewd. Nee. En ik heb nog nooit... ik heb wel veel verhoren afgenomen. Maar allemaal van mensen die vreselijke dingen hebben gedaan. Maar nooit een lieve, aardige voorzitter geïnterviewd. Mogen we elkaar tutoyeren? Ja, natuurlijk. Je bent altijd voorzitter van de Tweede Kamer. Wat zeg je? Je bent toch altijd voorzitter van de Tweede Kamer. Dat is ook op zondag. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ik was eigenlijk wel een beetje benieuwd naar... Want je, wil je een beetje water? Ja, dat is fijn. Je loopt al een tijdje mee. Ja. En we zagen net ook die filmpjes. Je hebt de zorg voor al die Kamerleden. Ja. En jij en ik hebben gemeenschappelijk dat we allebei voor de overheid werken. Maar ik was eigenlijk... Als je zo druk bezig bent met de zorg voor die 150 mensen... Wie zorgt nou eigenlijk voor Khadija? Oh... Een goede vraag. Heb jij trouwens ook altijd al die vragen gehad naar de luizenmoeder over je naam? Nee. Of die goed uitgesproken wordt? Oh ja. Khadija of Khadija. Ook vooral met schrijven. Hè? Ja. Dat is inderdaad. Mensen moeten gewoon moeite doen om namen goed te schrijven. Wie zorgt er trouwens, voor jou? Wie jij zorgde wel een beetje voor mij toen ik geen voorzitter was. Want Ahmed woont ook in Amsterdam-West. En die heeft een busje. En ik reed altijd mee. Dus ik noemde hem ook mijn snorder.
En ja, dan kon ik soms in de auto slapen. En dan zet je mij voor de deur af. Dus ja. Dat is waar. Ik zorg wel goed voor mezelf, tenminste dat denk ik. En ik heb natuurlijk ook 3 prachtige kinderen. Ik heb 3 kleinkinderen. Ik heb leuke vrienden, niet te veel. Vrij overzichtelijk allemaal. Maar je vindt ruimte om naast dat drukke kamerwerk en de inspanningen die daar... Want dat eilt na zo'n debat natuurlijk ook na. Ja. Duurt soms ook heel lang. Ja. Want hoe ziet dat dan eruit? Dat zorgen voor jezelf? Ja, nou, ik probeer een beetje te sporten. Ik lees graag. Ik ga soms naar de film met vrienden. Ik ga volgende week een weekje naar Marokko. Dus zo probeer ik het een beetje te doen. Ja, ja. Wat moet je anders? Waar haal je dan... Waar ben je eigenlijk op uit? Nee. Dat is misschien... Nee, ik ben nergens op uit. Ik was gewoon heel erg... Ik was gewoon echt oprecht geïnteresseerd in wie er voor de Kamervoorzitter die alle zorg heeft voor al die anderen. Maar wie zorgt er? Ja, ik heb wel lieve mensen om me heen. En want je loopt al een tijdje mee. Je hebt een heel mooi boek geschreven, Couscous op zondag, waarin je veel van je drijfveren ook beschrijft. Eigenlijk vanaf je 15e. Drukdoende met maatschappij, de veranderingen, soms thuis en daarna daarbuiten. Waar haalt Khadija Arib haar energie vandaan? Wat inspireert je? Wat zijn je diepe bronnen, zeg maar, om de moed, de energie, de kracht te vinden om de missie die je al jaren voert, om die elke keer weer voort te zetten? Ja, ik denk dat ik altijd mensen die in hun leven eigenlijk, zoals jij, en dat geldt ook voor jou zeker, en voor mij ook zeker. Wij zijn eigenlijk een generatie die alles zelf moest bevechten. Hè? Dus je krijgt niks cadeau. En dat geldt van jongs af aan, zeg maar, totdat je ergens op een positie terechtkomt. En je haalt die energie of de inspiratie niet uit wat ik soms zie bij collega's. Hè, dat het in de familie zit of dat je je broers of je vader of je moeder. Dat moet je allemaal zelf doen. En zelf heb ik altijd mensen die in het leven iets hebben meegemaakt en door allerlei tegenslagen toch iets bijzonders hebben kunnen neerzetten. Die zijn voor mij altijd een soort inspiratiebron. Mm-hmm. Dat zijn de mensen waar ik mee ben opgegroeid. Die vrouwen bijvoorbeeld, die ontzettend krachtig waren. Ze konden niet lezen, niet schrijven, maar ze waren zo onafhankelijk en humor en sterk. Maar ook sommige schrijvers... waarvan ik denk, goh, dat is zo bijzonder iemand. En daar haal je ook soms inspiratie vandaan. Dus bij mij is bijvoorbeeld, want dat herken ik, hè? Ja. Maar bij mij is bijvoorbeeld geloof een vorm van houvast. Dus het gebed of de stilte momenten. Dat als je inderdaad thuis komt en voor jezelf gaat zorgen, dat je denkt van nou, er is iets groters en een grote spirituele bron, zeg maar, die helpt. Ja. Hoe gelovig ben jij eigenlijk? Nou, dat is dan een onderwerp waar ik niet zoveel over zeg. Oh. Omdat ik dat toch altijd als privé, dat weet jij ook natuurlijk. Ik weet wel dat je wel eens gezegd hebt, je kreeg die harde vragen van, voel je jezelf moslim? En toen antwoord je van, ik ben seculier. Ik vraag het ook omdat het natuurlijk ook gewoon een heel actueel onderwerp is. Ja. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd van hoe je daar zelf in staat. Ja. Het is natuurlijk privé, maar het doet natuurlijk wel iets met de persoon Khadija Arib. Ja, kijk, voor jou is dat inderdaad het gebed. Maar voor mij is het ook... rust, dat ik een mooi boek lees en dat zegt niks over je
islamitische achtergrond, want daar ben ik mee opgegroeid. Daar ben ik ook mijn moeder, mijn nichten, mijn neven enzovoort. En dat is ook een deel van mijn identiteit. En voor de rest denk ik, weet je, met zo'n vraag creëer je eigenlijk een soort, niet tegenstelling, maar als je gaat bidden en geloof als inspiratiebron, dan heb je... Voor jezelf, hè, persoonlijk. Ja, maar iedereen doet dat op eigen manier. Ja, dat klopt helemaal, maar daarom was ik heel erg benieuwd naar hoe Khadija Arif dat... Ja. Persoonlijke, zeg maar, beleefd en ervaart. Ja. Zonder daar een oordeel over te hebben natuurlijk. Nee, maar ik probeer mezelf ook te dwingen om soms echt gewoon helemaal niks. Dat ik gewoon alleen thuis ben en ook gewoon iets mooi iets doe of lees. Het lukt niet altijd. Het is, zoals je zelf ook weet, als Kamerlid werk je ook heel hard. En als voorzitter ook. Maar tot nu toe lukt het wel, laat ik het zo zeggen. Maar is die vraag zodanig intiem dat je het ook te ver gaat, te ver vindt gaan om te zeggen, ik ben moslima? Het gaat niemand wat aan eigenlijk. En ik vind dat... dat heb ik altijd gezegd. Ik wil niet in een hokje, of ik nou geloof of niet geloof. Of dat gaat echt, dat is mijn zaak. En verder wil ik daar gewoon niks over zeggen. Ook niet tegen jou. Ook niet als het... Hoe lief ik jou ook vind. Ja. Maar goed, of je nou wil, of neem een slokje water. Ja, dank je wel. Of je het nou wil of niet, je blijft natuurlijk wel uniek, hè, met jouw achtergrond, Marokkaans, cultureel achtergrond, je eigen persoonlijke geschiedenis. Dat inspireert natuurlijk heel veel mensen ook om zich in te zetten, iets te maken van hun leven. Maar daarbij speelt natuurlijk ook dat we in de samenleving zien dat heel veel moslima's bijvoorbeeld, vrouwen waar jij ook voor opkomt, zich continu de vraag stellen van, kan ik nou met mijn geloof, ook bijvoorbeeld kamervoorzitter worden of niet? In een tijd waarin dubbel nationaliteit en loyaliteit discussies natuurlijk weer opkomen. Ja. Dan zou het natuurlijk wel kunnen inspireren om die doelen die je voor ogen hebt ook te bereiken. Nee, maar dat weet ik ook. En ik heb gelukkig ook heel veel contact met meiden uit verschillende culturen, maar ook met een islamitische achtergrond. Die het juist heel inspirerend vinden dat ik als Kamervoorzitter met mijn achtergrond... en ik vertel ze ook over mijn ervaringen, over tegenslagen die ik ook heb meegemaakt. Ook op de arbeidsmarkt, dat ook niet makkelijk lukt soms om ergens terecht te komen. Dus dat deel ik graag ook met ze. En natuurlijk is het zo dat het juist in een land als dit land, waar religie eigenlijk gewoon grondwettelijk is, gewoon vastgelegd, dat vrijheid van religie. Dus ook meiden met een islamitische achtergrond hebben dezelfde kansen. En als ze die kansen niet krijgen, moeten ze het gewoon nemen om iets aan hun positie te doen en om ook hun dromen na te streven. Ja, tegelijkertijd het maakt niet uit of zij een islamitische achtergrond... En natuurlijk weet ik als geen ander welke vooroordelen er zijn, hè, over meiden met een islamitische achtergrond. Maar dan nog is dat, geef ik ook mee van, laat je daardoor niet belemmeren. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk twee kampen. Hè? Het is ook politiek. Ja. Ik ga het niet over partijpolitiek hebben, want dan komen we misschien niet uit, maar vanwege de rol. Maar je hebt aan de ene kant heb je natuurlijk islamisten, bijvoorbeeld salafisten, die het geloof gebruiken om mensen eigenlijk een hoop te ontnemen. Die vinden niet dat ik voorzitter mag worden. Dus die zouden het ook nooit goed vinden. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook mensen die zeggen van, zolang je moslim bent, dan kun je eigenlijk nooit goed aarden in deze samenleving. Want dan kun je niet functioneren. En dan is het toch wel heel erg, denk ik, helpt het als je als Kamervoorzitter met de achtergrond, als rolmodel ook voor heel veel mensen. Misschien die twee kampen wel, dat je richting geeft voor de mensen niet die wel... Niet salafistische kamp, maar die ene kamp.
Ja, maar ja, ja, goed, misschien kun je die salafisten ook overtuigen. Dat weet ik niet. Nou, dat weet ik dus niet. Nee, maar ik denk dat dat is vanzelfsprekend dat ik juist meiden hoop ik. Ik heb altijd iets gehad. Ik wil geen voorbeeld zijn, maar dat beslis je niet zelf. Precies, ja. Zij zien je als voorbeeld. En ik hoop echt dat zij juist, zich. Ja, niet laten wegzetten. Ja. Maar één ding, hè? Één zin. Want kijk, dat ik als Kamervoorzitter met mijn achtergrond. Er is één partij, dat werd al genoemd. Denk had nooit mij gewild als Kamervoorzitter. Dat is ook een partij die een islamitisch achtergrond. Dus ik probeer ook uit die religie een beetje weg, want dat zegt niet zoveel. Öztürk heeft gezegd, ik heb liever Martin Bosma dan Khadija Arib. Dus in die zin denk ik, ja, daarom heb ik altijd een beetje moeite met, zodra het religieus getint wordt. Zo, oké, dank je wel. Ben je er nog? Ben je er nog? Ja? Oké, dan zie ik je zo. Succes. We zijn over de helft, mevrouw Arib. Prima. Eén te gaan, komt ze aan. Ach, Xandra. Mag ik je zoenen? Een kus geven? Ja. Wat leuk. Nou ja, leuk weet ik niet, maar fijn om je te zien. Ja, insgelijks. Nou, het is natuurlijk bijzonder om de laatste in de rit te zijn. Ja. En wat me eigenlijk opvalt is hoe je buitengewoon charmant en open helemaal zelf de controle houdt. Tot nu toe is het gelukt, maar met jou weet ik het eigenlijk niet. Maar hoe belangrijk is controle voor jou? Ja, het is eigenlijk een tik om altijd controle en regie te willen houden. En dat is lastig. Ik moet dat een beetje afleren. Maar sinds wanneer heb je dat dan? Of hoe zit dat? Het is, ik heb het altijd gehad eigenlijk, maar als Kamervoorzitter wordt dat heel erg versterkt. Dat je alsmaar wil weten wat er speelt en wat er gaande is. En ik had mijn dochter vanmiddag aan de lijn, toen zei ze, je kan ook gewoon normaal praten. Hè? Dus ik had het haar beloofd, dus nou ja, maar kom maar op, Xandra. Nou ja, ik moest nog denken in het interview met Theodor over je als Kamervoorzitter. Ja. Je zei van ja, de emoties kunnen hoog oplopen en daar moet ik mee omgaan. Ja. Maar hoe zit het met je eigen emoties? Als Kamervoorzitter, als je daar zit. Heb je die niet? Jawel. Maar die weet je heel goed op. Ja, tot nu toe is het gelukt. Natuurlijk, kijk, we hebben verschillende debatten. En natuurlijk als Kamerlid, ik ben heel lang, ik zit in de Kamer sinds de vorige eeuw. samen met Wilders en Van der Staaij ben ik een van het langstzittende Kamerlid. En heel veel debatten die daar plaatsvinden, vind ik heel mooi. En die raken mij ook. Dat is qua inhoud. Maar soms ook hoe met elkaar wordt omgegaan, raakt me ook. Dus wat Theodor volgens mij net liet zien, dat fragment tussen Michiel de Graaf en Öztürk, dat heeft echt het hele weekend onder mijn huid gezeten. Ja. En dat vond ik heel naar. Heel naar. Dan denk ik, ja, hoe kan je in godsnaam volwassen mannen in dit geval zo weten te overtuigen dat ze best wel dat debat met elkaar moeten aangaan, maar niet dit soort persoonlijke beschuldigingen. Ja. Want dat doet iets af. Een debat ging over bijstandsfraude. Niemand heeft daar iets van meegekregen. Nee. Alleen dit. Nee, wat het mooie is, als je daar zit, jij kan heel erg scherp zijn, je kan heel geestig zijn, maar je houdt jezelf heel erg beheerst. En nou ja, ik heb de afgelopen dagen jouw prachtig boek gelezen. Couscous op zondag. Ja. En vooral de portretten van je moeder en je grootmoeder daarin zijn heel erg mooi. En als daar één ding heel erg opvalt, dat is, wat een ongelooflijk felle tantes waren dat. Wat waren ze rebels. Ja. En dat moet ook in jou zitten, dat hele felle. Ja, ik heb ook een andere kant, ja. Maar en dat is heel vervelend, inderdaad, dat je heel fel kan zijn. En dat is wel lastig. Fel niet in de zin dat je mensen
Ja, ik ben nooit onbeschoft of beledigen of schelden of dat soort dingen. Dat doe ik echt niet. Dat kan ik ook niet. Maar dat je heel erg fel kan zijn van dit kan gewoon niet. En dat moet je echt niet op deze manier doen. En het vervelende is dat mensen ook een beetje bang worden als ik zo fel ben. Terwijl ik denk, het is gewoon, ik moet daar een beetje mee oppassen. Dat mensen daardoor bijna niks meer durven te zeggen. Maar wanneer, in de politiek lukt het je heel goed om die felheid te onderdrukken. Dus dan ben je meer in het private, in privéomstandigheden, kan die felheid naar boven komen. Ja, ja, maar ook, ook met Kamerleden. Buiten beeld, buiten de zeg camera, maar, zeg ja. Ik ook. Van, dat kan je niet maken. Het is echt de laatste keer of zo. Hè. Ik ben een paar keer ook bij Thierry Baudet binnengelopen. En zei ik, ja, dat gaat niet op deze manier. Dus je moet het echt. Dit leidt gewoon tot gedoe in de zaal. Maar dat hoort dus eigenlijk ook bij jouw rol, dat je niet alleen... Ja, niet alleen wat je buiten ziet, maar ook wat daar achter de schermen gebeurt. Er gebeurt heel veel, heel veel. Ja, nou, wat me dit nou aan doet denken, ook die rol achter de schermen. Wat ik een prachtige anekdote in het boek vind, en je moet hem eigenlijk zelf maar vertellen... Ja. Is hoe je moeder verhaal gaat halen in Casablanca op school. Ja. Bij een leraar die de eenoogige gekraai werd genoemd. Ja, dat was inderdaad... in Casablanca, Volkswijk, in die periode was het ook heel belangrijk... dat kinderen van arme gezinnen waar ik toe behoorde moesten studeren. Dus we hadden echt geëngageerde leraren... En de directeur was inderdaad een hele Hij wilde dat wij eigenlijk gewoon ons huiswerk deden. En we werden echt uitgescholden voor idioten, debielen. En als je, niet je best doet, dan word je ga je in de sinaasappelfabriek of tomatenfabriek, want die heb je heel veel in Casablanca. Ja. Of een dienstmeisje bij rijke dames of zo. En hij heeft inderdaad, mijn moeder die heeft gehoord dat hij mij een keer een klap gaf, volgens mij. Ja. En dat heb ik niet verteld, want mijn moeder die komt gewoon met zo'n hoofddoek de klas binnen. Dus dat had ze gehoord. En toen kwam ze inderdaad hij had inderdaad een bijnaam, hoe heet het nou, zo'n eenoog kraai. En niemand mocht dat vertellen. Dus zij kwam overal vragen, waar is die eenoog? Dus dus die heeft inderdaad het voor mij opgenomen. En ik ben enig kind, dus dat is bij ons een uitzondering. Maar goed, dat was toen in Marokko. Dus zij voelde zich ook gewoon geroepen om mij te beschermen. Maar zij kwam gewoon stamvoetend dat lokaal binnen. Ja. Totdat de eenoogige kraai ook bij haar langskwam. Dat en klopt. Ze pakte hem ook echt bij zijn nek zo ongeveer en duwde hem tegen de muur. Je dood voor je moeder. Maar zo was zij, ja. Het grappige is dat je beschrijft, je schaamde je dood, maar iedereen om je heen, alle klasgenoten, bewonderden haar. Ja, dat klopt. Ja. Ze had heel veel... Mijn oma was ook een zoom, alleen mijn oma had heel veel humor. En mijn moeder ook wel hoor, maar die hadden heel veel respect... afgedwongen, dus dat krijg je niet zomaar. Dat ben ik nog steeds van. Dat zeg ik ook altijd. Vertrouwen en respect, dat moet je winnen. Dat krijg je niet maar zomaar uit de lucht. En dat had zij ook. En ze was altijd economisch zelfstandig. Zij heeft nooit op school gezeten. Dat is natuurlijk echt heel bijzonder. Dat begon eigenlijk al met je oma, die bij haar man wegliep. Ja, dat klopt. En dat was natuurlijk ook echt iets wat uitzonderlijk. Dan was heel erg uitzonderlijk. Ja. En ze liep niet weg omdat zij haar mishandelde of zo, van die verhalen wat je vaak krijgt. Maar ze hield gewoon niet meer van hem. En dat was voor haar een reden om weg te gaan met kinderen ergens in een dorp. En zij heeft gewoon uit noodzaak gingen ze zwangere vrouwen helpen. Ze werd bevalling. Echt een vroedvrouw, wijze vrouw. En daardoor vrouw, heeft ze heel veel respect ook. Ze was echt een soort wijze vrouw. En mijn moeder was altijd, nog steeds economisch onafhankelijk. Ze wilde ook altijd werken. En dat heeft ze altijd meegegeven. Mijn vader trouwens ook. Ik was enig kind en ik kon ook niet koken. Nog steeds niet overigens. Maar
En toen zei ze ook van, dat het wordt niks met je. Dus je moet gewoon gaan studeren, want er is geen man die met jou zou willen trouwen. En nou, dat was een hele goede... Ja, maar toch zit daar iets heel dubbelzinnigs in. Ik kan me echt voorstellen dat als je het over de bronnen hebt van jou, ja, van jouw maatschappelijke betrokkenheid en ja, van je, hè, van je politieke betrokkenheid, dat dat juist ook die vrouwelijke, ja, lijn in, ja. Ja. In jouw familie, ja, was. En die... Ja. Je moeder was heel ambitieus, je moest, ja, naar school en je, ja, moest leren. Ja. Maar toen gingen jullie naar Nederland. Ja. En daar was natuurlijk niks voor je geregeld. Nee. Tijd niet, nee. Maar misschien ook... Ahmed vroeg net een vraag over meiden die het moeilijk hebben enzovoort. En mijn moeder die heeft nooit op school gezeten. En zij is heel zelfstandig en ze heeft in een fabriek gewerkt jarenlang. En soms hoor je in debatten hoe over vrouwen wordt gesproken die, mm-hmm, die analfabeet zijn of laaggeletterden, ook over Nederlanders. Ja. En dat raakt me enorm, ja, dat ik denk over emoties. Dan denk ik, je zou eens moeten weten wie mijn moeder is. En dat geldt voor heel veel. Al die meiden, maar ook die jongeren die op universiteiten nu zitten, die advocaat zijn of geneeskunde, mm-hmm, ze komen allemaal uit hetzelfde milieu waar ik vandaan kom. Ouders die nooit op school hebben gezeten, met z'n zessen in een kleine portieke, ja, woning. En toch zijn ze erin geslaagd om iets in hun leven voor elkaar te krijgen en bij te dragen aan de Nederlandse samenleving. En als er debatten zijn die dan mensen zo op die manier wegzetten, hè? Iedereen die deugt niet en die vrouw met een hoofddoek, die zijn achterlijk of wat dan ook, en dan raakt het me ook. Maar het raakt me ook over laaggeletterde Nederlanders. Van daar heb ik ook iets mee van, hoezo? Hè? Ja, maar dat is zo. Tegelijkertijd, hè, beschrijf je in je boek hoe je in Rotterdam komt te wonen. Noord-Rotterdam. En er komen steeds meer Marokkaanse gezinnen. Ja. En iedereen zit maar binnen. Wat een ontzettend groot verschil met Marokko is. Waar, waar je over schrijft, de vrouwen leken wel de baas. Ze beheersten de buitenwereld. Daar zitten ze binnen. Ja. Jij leert langzaam vrouwen kennen. Je krijgt vriendinnen. En toch kiezen ze voor de traditionele rol. Terwijl jij daarnaast zat. En voor de volstrekte onafhankelijkheid koos. Ja. Dat moet ook toch iets dubbelzinnigs met zich meebrengen in je betrokkenheid bij vrouwen. Ja, dat heeft zeker ook... Want ik kom uit Casablanca en het was ook de vrouwen... die waren gewoon in het straatbeeld, zag je ze overal. En in Nederland, toen ik in de jaren 70 was dat... was de opkomst van gezinshereniging toen op gang... En heel veel vrouwen mochten niet naar buiten. Dat is mijn eerste confrontatie was, waar zijn die vrouwen, waar zijn die meisjes? En ik moest echt actief bij iedereen gaan aanbellen. Eerst probeerde via mijn vader. Je krijgt die vrouwen, je krijgt een heleboel van die vrouwen naar buiten. Zeker de dochters van je eigen leeftijd. Ja, dat klopt. En dan kiezen ze toch voor de traditionele weg. Ja, in die tijd was dat inderdaad heel... ze mochten niet naar buiten, traditioneel. Maar ook uit angst voor een vreemde omgeving. Dus er is toen heel veel eigenlijk misgegaan, laat ik het zo zeggen. Misgegaan in de zin dat ook vanuit... Er werd niet bemoeid met die... niemand die zich bemoeide met die gezinnen. Maar de gezinnen, nu waar ik... Er zijn er nog steeds en mijn moeder woont nog steeds in Rotterdam. En er is bijna altijd geboortefeest. En ze gaan nu allemaal... de straat op en ze zijn allemaal heel actief. Dus er is gelukkig ook een positieve ontwikkeling. Nou, dat hebben ze ook aan jou te danken. Nou, dat waren de laatste woorden, dames en heren. Sandra Schutte, kom mee. Ja, kom mee. Nou. Ik geef eerst jou vast even dan. Ja. Dankjewel, dankjewel. Ja, of u weer in het midden gaat zitten. En wie bij mij hier gezellig op dit twijfelaarbankje. Ja. Zo, het zit erop. Hoe voelt u zich? Nou, ik kwam net op gang en toen was het afgelopen. Nee, het was wel prima, denk ik. Prima? Een klein ingewikkeld woord. Als iemand vraagt, hoe was je feestje gisteravond? Prima, dan was het meestal geen topfeest. Nee, het was... ik weet het niet. Het is wel een mooie verrassing. En de combinatie vind ik ook wel heel geslaagd. Oké. Okay. Dus... Laten we toch eens even langslopen. We beginnen bij Theodor. Ja. We beginnen even bij jou even. We hebben natuurlijk het deelgenoot van je opzet... Nou ja, Kadisha, she knows how to deliver.
Ja. En dat vond ik eigenlijk, hè, dat ze weet hoe ze zich moet presenteren, maar ze weet ook wat ze moet antwoorden. Ik ben echt een fan, vind ik zo'n groot woord. Maar nou, ik zeg het maar. Al jaren, nou, meid, dus veel, nooit voor uit te Ik heb veel waardering voor je, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat heb ik echt. Maar inhoudelijk was het wel, er wordt een grappende wijze over gedaan, maar inhoudelijk was het wel een belangrijk punt, want je had ook af en toe wat moeite met de charme die je ten deel viel. Mag ja, ik het zo? Ja, maar dat wijt ik aan mezelf. Oké. Okay. Ik moest mijn eigen charme, zal ik maar zeggen, ook maar terugdringen. Ja, dat is moeilijk. Het is gelukt trouwens. Maar inhoudelijk vind ik het eigenlijk heel mooi wat ze zei. Ze weet een perfecte balans te bewaren tussen wat ze dan zelf zegt. Nou, ik geef de emotie ook een kans. En tegelijkertijd, en ik denk dat kwam in het andere gesprek ook naar voren met Xandra, dat ze heel goed ook weet dat ze achter de schermen misschien wat meer de boel moet regelen en wat meer moet masseren. Maar in waar het zich afspeelt, die ruimte van de Tweede Kamer, de vergadering, de assemblée, zoals de Fransen dat zo mooi weten te zeggen, daar geeft ze de ruimte. En daar, ja, dat vind ik heel mooi, dat we dat nou eens van de voorzitter goed omlijnd naar voren hebben gekregen. Compliment. Maar en mevrouw Ariep, wat natuurlijk aardig was, eigenlijk alle drie de interviews, maakt het ook een keer bij me aan met Marcoes, zei u letterlijk, waar wil je naartoe? Dus met alle drie de interviews wat op, u wilt eerst even een soort grondverkenning. Wie is dit? Waar gaan we naartoe? En vind ik het leuk om mee te wandelen? Ja. Ja. En als we dat punt helemaal bereikt hebben, dan gaan we bewegen. Ja, waarschijnlijk heel onbewust. Ja? Ja, echt onbewust. Dat ik denk van... Zullen we nog iets onbewust dan wel bewust doen? Ja. Het ontregelen van de heer Ahmed Marcouch. Ja. Werkelijk waar. Je bent een beetje zenuwachtig. Als een gastvrouw wil je een glaasje water. Ja. Hij had al blote voeten, maar hij was eigenlijk helemaal naakt, had hij hem gemaakt. Maar dan meteen terug, want hij herpakte zich ook. Ja, ik moest ook een glaasje water. Jazeker. Ja, ja. Even, het ging natuurlijk vriendschappelijk, maar het lijkt me ook irritant. Het is natuurlijk een bijzonder, jullie kennen elkaar. En vervolgens, voordat je begonnen bent, begint het ontregelen. Ik denk dat je juist als je elkaar kent, dat je dat soort dingen al heel snel, denk ik, uitwisselt. Maar Khadija is natuurlijk gewoon een van de oud-gedienden, zeg maar, in de Kamer. Dus als die een interview heeft, die denkt natuurlijk van, wat wil deze interviewer van mij? En als het goed is, bedenk je natuurlijk zelf van, wat wil ik met deze interviewer? Ja. Wat wil ik na of achterlaten? En het onderwerp wat ik probeerde aan te snijden is toch enigszins persoonlijk, gevoelig. Maar dat zei ze ook, mij betreft, heel moedig van, dit is mijn grens, dit is privé. Terwijl ik eigenlijk, en ik denk dat nog altijd wel een uitdaging is om in de ziel van Khadija Ariep te mogen kijken. Maar dat was nog niet het moment, denk ik. Er zat zeker ook een bepaald ongemak in, toen hij gewoon echt concreet vroeg, geloof je nou wel of niet nog? En het punt te zeggen, dat is privé domein, daar heb ik het niet over, is natuurlijk eigenlijk niet prettig op een middag als deze om zo'n grens aan te geven, toch? Vond u het ergens ook ongemak? Ik denk, Ahmed, zit jij tegenover mij die vraag stellen, hoewel je zelf wel beter weet? Ja. Ja, hè? Neemt u dat ergens ook een beetje kwalijk? Nee, absoluut niet. Nou, dan gaan we niet nu het interview nog een keer nadoen, want het is een nabeschouwing. Maar wat bij mij toch bleef hangen is het volgende. Het is u helemaal goed recht of wat uw privédomein of wat niet is. Alleen in de huidige tijd waarin we leven, is het ingewikkelde is, laten we nou eens zeggen, hypothetisch. In hypothese zou u ergens afscheid hebben genomen van de islam. Misschien cultureel, historisch nog allemaal. Hypothetisch, hoeft u niet op te antwoorden. Het punt is, de vraag is dat voor u zelf gekozen grenzen van privé? Of is de dynamiek zo dat u zich eigenlijk helemaal niet totaal vrij voelt, die hypothese, als dat mogelijk waar zou zijn, om dat te delen wat u er glazen van krijgt? Dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken. Ik ben afgehaakt, Martijn. Nee. Ja. Deze kennen we ook. U bent helemaal aangehaakt. En nu gaan we naar het antwoord. Ja. Nou, weet je, allebei eigenlijk. Ja. Maar toch een beetje wel wat ik zei dus. Ja, dus allebei. Ja. Ik vind het privé, dat vind ik echt. En tegelijkertijd, we hebben, dat weet Ahmed ook, in de Kamer heb je één keer per jaar een debat met de Kamer over de Kamerbegroting, dat heet de raming, over het functioneren van de Kamer. Dus dan moet ik dat verdedigen tegenover de Kamerleden. En dan zegt zo'n Öztürk bijvoorbeeld in de tweede termijn, dat je normaal nooit nieuwe dingen inbrengt, van ja, voorzitter, ik vraag aan de voorzitter van de Kamer of wij het suikerfeest vrij kunnen krijgen.
En ik zei, hoezo? Totaal nieuw voor mij. En dan wordt er een filmpje gemaakt van, ze weet niet wat Ramadan betekent. En dat is heel, heel naar, want wat je over je heen krijgt, terwijl ik opgegroeid ben in Marokko, ik bedoel, nou, dat je het niet weet wat Ramadan, want ze staan om 4 uur 's nachts en dan word je wakker gemaakt en dan moet je even snel eten en van de volgende. Dus, en dat weten ze ook, maar dit is de manier om iemand neer te zetten als iemand die niet weet wat Ramadan is en eigenlijk ongelovig en eigenlijk niet moslim en eigenlijk, en dan krijg je, ik heb zoveel nare dingen over me heen. Dat is niet de reden overigens, maar dat speelt ook mee in de discussie over geloof. Ik vind het goed dat u dat zegt, maar het delicate aan het laatste stuk van Ahmed's interview was, is dat hij het had over die jonge moslima's die naar u kijken als rolmodel en zich afvragen of ze met dat geloof ook kamervoorzitter kunnen worden. Ja. En u vertelt nu op zijn minst gedeeltelijk dat de heren Öztürk en collega's voor een deel uw grenzen van wat u wel of niet durft of wil communiceren bepalen, waardoor die jonge meisjes misschien wel op een antwoord zitten te wachten wat ze niet krijgen. Nee, dat is absoluut niet het geval, want dat geloof privé is, dat heb ik al heel lang. Dus dat is niet door, maar het geeft aan hoe die discussie soms loopt en dat heel naar kan zijn. Wat betreft die meisjes, eigenlijk voor mij, ik ben voor hun een voorbeeld. En juist doordat ik ben zoals ik ben, vinden zij het heel bijzonder en geweldig van, zo kan het ook met je achtergrond. En natuurlijk als je een islamitische achtergrond hebt. We hebben ook, nou ja, Ahmed zegt zelf ook, die is ook gelovig. We hebben ook mensen met een christelijke achtergrond. Zo hoort het ook in een democratie. En dat geldt ook voor die meisjes. Dus ze zullen nooit worden geweigerd omdat ze een islamitisch achtergrond. Dat kan ook niet. Tenzij de wetten gaan veranderen of wat dan ook. Maar dat is niet aan de orde. Helder. Ahmed, even wil je nog iets aanvullen? Ik vond het namelijk een spannend interview. Zeker gezien de dierbare relatie die jullie hebben. En tegelijkertijd zat er ook een goed spanningsveld in. Heb je het antwoord gekregen wat je wilde? Misschien vul ik het zelf ook. Ik ken Khadija al aardig. Maar ik vind Khadija gewoon een hele moedige vrouw. En ik vind het eigenlijk ook wel een kunst. Hè, om gewoon ook, want ik weet dat Khadija ook op debatten rondom integratie meedoen. En haar felheid bijvoorbeeld jegens de populisten. Maar tegelijkertijd toch wel, ik vind het een kunst. Maar ook moedig om die positie in te kiezen. Zonder dat je elke keer weer, wat ik soms misschien wel te vaak doe. Hè, dat persoonlijke inbrengen. Omdat ik denk dat kan bijdragen aan het inzicht te verschaffen in hoe dingen werken. Dat ze dat toch heel erg privé houdt, maar tegelijkertijd ook gewoon niet voor terugdeinst om gewoon te staan. Wat ze zegt herken ik ook, hè, want je wordt, dat is, ik denk dat jij, Martijn, ook niet op dergelijk fora komt. Maar als je ziet wat er dan vervolgens gebeurt aan persoonlijke aanvallen, die haar misschien niet heel erg persoonlijk meteen hoeven te raken. Maar die wel natuurlijk, de kleinkinderen en de kinderen, die lezen die troep ook. En dat speelt zich in een soort van een parallele wereld, ook op het internet. Waarvan ik denk dat je, dat doet ook iets met je. En maar dat is dan geen deel van het brede debat. Dus het is vaak makkelijk gezegd om te zeggen van, nou ja, neem nou eens positie. Jij schrijft een artikel of je doet een interviewtje en je gaat lekker naar huis. Maar ik in ieder geval, ik denk Khadija ook, heeft daarna nog dagen uit te leggen aan de familie wat zich daar nou precies afspeelt. Het is nu moeilijker geworden dan een paar jaren geleden. Want een paar jaren geleden, in de jaren 80 en zo, had je gewoon een groot seculiere groep die actief was en open over alles kon praten. Maar juist doordat nu een soort, geloof natuurlijk niet dat mensen niet mogen geloven, of er kan heel veel gelukkig, maar dat juist vanuit de islamitische hoek mensen die anders zijn of die druk zo groot is, ook op, want er zijn niet alleen meisjes die met hun geloof iets willen, maar er zijn ook meisjes die eigenlijk ook gewoon zichzelf willen zijn. Ja. En die mogelijkheid wordt ze ook ontnomen. De druk vanuit een bepaalde hoek is veel heftiger dan de jaren 80 en 90. En dat is wel zorgelijk. Ik wil nog één ding even opmerken. Zeker als contrast met die andere twee interviews. Het spannende was omdat u dus even toch wel dacht, wat we net zo zeiden, Ahmed, waar ben je nou op zoek? En vind ik dit wel leuk dat je dit allemaal vraagt? Het interessante aan u is, we hadden het eerder over de charme.
die u, meneer Holman, ten deel gevallen is. Maar als het u lastig wordt, gaat u uit het oogcontact. Dus het oogcontact met Ahmed Marcouch was van een hele andere orde toen het een paar keer spannend werd dan bij de andere twee. Is dat zo? Ja, u gaat uit het oogcontact. Wij hadden contact. Ja, dat had heel veel contact. Ja. Ja. Niet bewust van? Nee. Nee. Bij deze. Nee. Wij gaan naar de laatste. Daar werd het oogcontact weer van een hele andere orde. Xandra, ik begin bij jou even. Hoe verliep het? Nou, ik vond het een mooi gesprek. Ja. Ik vond dat Khadija de dingen toch echt weer anders formuleerde dan in haar boek. Ik had alleen nog een half uur willen hebben. Ja. Maar goed, dat geldt voor iedereen natuurlijk. Ja. Dat kan nog altijd, hè? Ja. Even, hoe heb je de interview zelf ervaren? Heel prettig, heel fijn. En ook, ik vind het ook... Het verrassingselement vind ik wel spannend. Want ik was echt een beetje zenuwachtig. Van wie krijg ik nou in godsnaam? Bijna alle interviews worden voorbereid. Hè? Mijn woordvoerder Marloes Konings. Niet dat ik me daaraan hou. Maar het is, nu is het echt... Ik kan niks voorbereiden. Helemaal niks. Ik vond het heel fijn. En ook een heel ander invalshoek. Dus ik heb daar ook een beetje van zitten genieten. Wij met u. En wij danken u zeer hartelijk voor deze waanzinnig moedige poging. Dames en heren, ik geef u mijn hand. Dankjewel. Khadija Riep, dames en heren. Ahmed Marcouch, Xandra Schutte, Theodor Holman. Dank jullie allen. Daarmee, dat applaus is voor jullie. Dank jullie wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze operatie interview. We hebben een wat droevige mededeling, want de volgende zijn bijna allemaal uitverkocht. We krijgen in maart, 10 maart, krijgen we hier de burgemeester Femke Halsema. We krijgen Sigrid Kaag in mei, maar wat heel bijzonder is, die zijn allemaal uitverkocht. Eentje staat nog open, André van Duin, dames en heren. Ja, vonden we ontzettende eer, een van de grootste komieken van Nederland. Daar zijn nog kaartjes voor. Ik dank u vandaag voor de aanwezigheid. Wij drinken heel graag met u aan de bar nog een drankje na. Dank voor uw aanwezigheid en heel graag tot de volgende keer. Dank jullie wel.